Iedereen was wanhopig. Iedereen die geen baan had. Als je een baan had, dan had je de valse voorstelling dat je was veilig. En dan probeerde je, als je familie had, je probeerde je familie veilig te stellen. Of vrienden veilig te stellen. Het was één wanhopige poging om in Nederland te blijven. Er was een theatergroep. Ja, om het voor... Er was een voetbalclub. Alles was niet om voor de liefde voor wat je ging doen. Of dat je dat graag wou doen. Nee, je wou in leven blijven. Dus in een van de groepen die je een kans gaven voor een dag langer om te blijven. Daar probeerde je in te komen. Ik heb niet, van begin tot eind, heb ik niet geprobeerd om er te blijven. Behalve dan dat ik met zuster Van 't Hof gepraat heb om broeder te worden in het ziekenhuis. Er waren meisjes die kennis hadden aan iemand die een baantje had. En die meisjes wilden ook blijven. En dan probeerden ze een verhouding te krijgen met die persoon. En op die manier konden ze ook blijven. Dat was een normaal ding in Westerbork.